dames. De tweevoudig voormalig wereldkampioenen. Ze was de beste in dit toernooi in 85 en in 88. En ze rijdt tegen Chao Boye uit China. En die zou dit weekend wel eens de beste kunnen zijn. Want zij is de lijstaanvoerster na de eerste twee afstanden. En het onderlinge verschil is ruim een halve seconde. 55 honderdste om precies te zijn in het voordeel van Ye. Dat is de speler die de Chinezen heeft. De Chinezen die misschien wel voor het eerst gezien naar China aan een wereldniveau schaatsen helpt. 10-81 voor beide rijders. Snelste opening. En de 32-jarige Christa Luding is nog met een indrukwekkend seizoen bezig. Medaillewinnares nog in Albertville. En daar komt Ye. Ja, ongelooflijk sterk deze Chinezen. Gaat daar prachtig binnen door en pakt meteen een metertje wacht voorsprong. En gaat ongetwijfeld naar een goede tijd. Daar is 41-11 voor Ye als absoluut snelste tijd voorlopig. En 41-95 voor Luding, die daarmee nog 300 seconden achterblijft op de tijd van Christine Aving. Maar Ye onderstreept haar titelaspiraties eens te meer ook op deze 500 meter.